Fabiola was op Valentijnsdag bij First Dates. Yup, ik was toch ziek volgen video? Dit nieuws was het medicijn. Hé, hey, we gaan er naar kijken. Fabiola. De eerste gast op deze Valentijnsavond is realityster Fabiola. Wat een goed oudje. Wat een goed oudje voor een eerste date. Chique dame. Zieke dame. De haar zit ook goed. Ik zelf had denk ik iets meer sieraden erbij gedaan. Maar dat heeft zij helemaal niet nodig. Ik vind dat Valentijnsdag wel een hele mooie dag is. Omdat je liefde viert. Maar ik vind dat zelf persoonlijk dat je elke dag liefde moet vieren. En liefde moet krijgen. Ja, helemaal mee eens. Weet je wat ik trouwens vind? Waarom krijgen wij geen vrij op de dag van de liefde? Is. Weet je waar we wel vrij voor krijgen? Dat er zogenaamd 2000 jaar geleden iemand uit de dood is opgestaan. What the fuck? Wat gaan we in het jaar 4000 vieren? Dat soldaat van Oranje is gekapt? Oké. Fabiola zou je kunnen... Goeie foto. Het is wel een abonnementsfoto. Ik weet niet hoe de editor daaraan komt. Hey baas, ik heb voor een edit een foto nodig van Fabiola. Is het goed als ik 20 euro per maand afschrijf van de zaak? En kennen van programma's als Holland's Next Topmodel en Temptation Island. In 2019 probeerde ze ook haar muzikale talenten voor zich in te zetten. Ik heb saaf en een check. Ik heb kleding op mijn rek. Alles designer. Op dit moment schittert ze als een van de echte meisjes in de jungle. Op dit moment. Dus zit zij 14 februari nog steeds... Dan komt zij ver in het seizoen. Thanks voor de spoilers, First Dates. Ik zat nog bij aflevering 4. Oké, ze gaat naar binnen. Wat een leuke voorkant is dit geworden. Oh, wat komt er toch een mooie vrouw binnen. Oh, bedankt. Nou, je ziet er ook super goed uit. Ja. Ik heb zelf nog nooit Valentijnsdag eigenlijk gevierd. Omdat ik nooit een relatie heb gehad of nooit een vriendje heb gehad in mijn leven. Dus ja... Vind je het spannend? Nou, niet echt. Maar ik ben gewoon benieuwd gewoon hoe diegene is. Ja. Of ik een hele fles Chardonnay nodig heb of zo. Wist je trouwens dat Fabiola heel gezellig is om een feestje te hebben? Ik was een keer ergens op een feestje en het was saai. En dat was Fabiola ook. En toen haalde ze mijn drankspel uit de tas. En toen zijn we allebei 40 drankjes voor iedereen gaan halen. En toen kreeg het eigenlijk best wel leuk. Maar goed, de vraag is met wie gaat ze op date? Klaar om het hart van Fabiola te veroveren, is hier Joachim. Ik ben een jongen die best wel aanwezig is. Die best wel ook een beetje luidruchtig kan wezen en echt wel laat zien dat hij er is. En ook dat hij zijn mannetje staat. Ik heb ook een hele... Voetbalcoachjas, zwarte skinny jeans, Yeezys, opscheer. Hij komt van het platteland. Ik ruik gewoon Dior Sauvage door het scherm heen. Dat is wat ik hoop, want dat is best wel een lekker luchtje. Hé, maar er is niks mis mee als je van het platteland komt. Want weet je wie er ook vandaan komt? Fabiola. Maar echt het allerverste puntje, ja, dat weet ik. Omdat op de warmste dag ooit, in 2018, moest ik helemaal naar het verste puntje van Nederland om met Fabiola... Nee, het was een gezellige dag. Ging ook hartstikke goed. Ik ken voetbal, ja. Het is gewoon echt niet mijn leven, maar ik vind het gewoon zo leuk met die jongens gewoon samen zijn. Een beetje ouwehoeren en dan ook nog een biertje ernaast. Ja, het is gewoon alleen maar gezelligheid en dat is echt wat ik gewoon wil. Hallo. Goedenavond. Hallo Joachim. Wat fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, het First Date restaurant. Ja. Hij gaat ook staan als een voetbalcoach. Goedenavond. Ik kom ik hier laten opdrukken. Daten. Haar? Hé, hey, maar wie weet, is dit een match, jongens? Een voetbalmatch, waarschijnlijk. We zijn hier voor liefde. Misschien wordt dit wel de beste match die we in tijden hebben gezien. Ik kwam binnen en toen dacht ik echt, kut. Van waar ben ik aan begonnen en waarom zij? Oh, als ik op date ga en ik zie Fabiola op mij zitten wachten, dan zou ik alleen maar denken, dit is fantastisch. Dit wordt zo'n leuk gesprek. We eindigen twerkend in een winkelcar. Of we doen body shots op deze receptie. Ja hoor, ik teken. Want je kende haar, maar hoe kende jij haar dan? Ja, via tv-programma's en dat soort dingen. Ga lekker zitten. Hi, Fabiola. Hoi, Joachim. Aangenaam. Let's go, dat ging fucking goed. Ze zeiden elkaars naam, hand, kusjes. Dat is het enige wat je nodig hebt. Want ik heb ontmoetingen gezien bij First Dates. Hoi, Hoi, Anne. Hoi. En moest je ver rijden? Barneveld. Waar ligt het? Dicht bij Amersfoort. Oké. Ah, dat is die andere stad die ik niet ken. Dus viel mee. 50 minuten. Oh, dat valt mee. Ik kom uit Groningen. Dat is aan eind rijden. Ja, hoe lang moet je rijden? 2,5 uur van Amsterdam. Ben je met de trein of echt met de auto? Met de auto. Jeetje. Slaap je hier wel vannacht dan? Ja, ik slaap in Amsterdam. Oké, gewoon geïnteresseerd waar ze overnacht.
Ik weet toevallig voor een feit dat Fabiola regelmatig in hotels slaapt. Dus waarom weet ik dat? Weet ik niet. Ja, weet ik wel, maar dat ga ik niet zeggen. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben content creator. Ken je hem al, of niet? Ja, ik ken je wel, ja. Yo, hoe wit zijn deze tanden? Dit is niet eens wit meer. Dit wordt gewoon bijna blauw. Het zijn niet eens tanden meer. Dit is gewoon één tand. Het is gewoon een boksbitje. Sorry, het ziet er prachtig uit. Het ziet er prachtig uit. Alleen, ik zou zelf wel voor ook nog van die spleetjes gaan, zodat de tanden lijken. Ken je hem al, of niet? Ja, ik ken je wel, ja. Oh. Maar dat zullen we wel vaker horen. Dus dacht je, oh shit? Of vind je het wel leuk? Nee, niet per se. Je moet het nog zien. Niet per se, oh shit, maar ja, je hoort wel dingen van je. Niet per se, oh shit, maat, je dacht dit. Ik kwam binnen en toen dacht ik echt kut. Nee, ik vind het wel een soort van lief dat hij het dan weer niet zegt. Weet je, om me comfortabel te laten voelen. Ja, weet je wel, niet meteen dat ik een vooroordeel heb, maar je hoort wel dingen. Maar ik wil niet met een vooroordeel op je afgaan als het ware. Dus ik ben wel een heel open persoon. Oh, dat is super goed. Ja. Dat is goed om te horen. Oh, dat is zo cute. Dat is echt een lieve opmerking. Dat neemt ook zoveel zenuwen weg bij Fabiola. Die denkt nu echt alleen maar, ik had helemaal geen 2 flessen wijn hoeven atten. Nee, wat goed. Dat is echt lief. Hij doet echt alsof het hem niks boeit. Want jij zit op OnlyFans en zo, toch? Onder andere. Oké. Okay. Ja, toen hij gelijk zei, ja, ik ken je ook en je hebt OnlyFans, toen dacht ik, oh shit. Toen dacht ik, oh no. Ik ben toch niet met een fan op een date, dacht ik? Oh ja, dat is waar. Ze hebben toch altijd dat ze even naar de wc gaan? Beter gaat ze daar even opzoeken tussen contacten. Dan is mijn leven compleet. Als zij terugkomt straks naar die tafel en zegt, Unicorn Lover 69. Wie heb je daar staan? Die is de vader. Is heel mooi gezet. Dankjewel. Ja, gaaf. Oh mooi, dus je bent een familiemens. Ja, ja, mijn vader is helaas vorig jaar overleden. Oh, wat erg. Dus op 51-jarige leeftijd. Zo. Wat ik trouwens wel weet, Fabiola, de vader, is ook overleden. En dat weet ik omdat ik bij haar moeder op de bank heb gezeten. Hier zit ik met haar moeder. What the fuck is mijn leven? Dit is ook een zwembroek. Wat een lelijk outfit. Nog jong, ja. Gecondoleerd. Dankjewel. Maar ja, dat is niet anders. Je moet ermee doorgaan. Mijn is ook. Ja, dat is ook vervelend. 7 jaar geleden, ja. Ah, dus jouw vader is ook overheen. Oké, ja, vervelend. Heb je een tatoeage van je vader? Nee, wat betekent hij dan voor je? Haar manier van reageren op zijn vader is. Nog jong, ja. Gecondoleerd. Dankjewel. En zijn manier van reageren op haar vader? Ja, dat is ook vervelend. Goed, toen bestelden ze beiden een drankje. Zij nam een wijntje. Hij nam het beroep van Fabiola. Jij een grote familie? Ja, ik heb 4 zussen, een broer en een broertje. Voor hoofd en nagerecht. En daar maak er iets moois van. Dat is alleen maar leuk toch, grote familie, van het gezin? Ik vind het heel erg leuk. Ben je echt een familiemens? Ja, echt een familiemens. Okay. Familie staat altijd nummer 1 bij mij. Ah, oh, cute. Ja, dit zou ik ook hebben als ik niet van die kutbroers had. Ik vind, ja, familie is ook wel belangrijk, maar ik ga niet echt op zondag even naar opa en oma toe of zo. Nee, op zondag lig je gewoon op bed. Want dat is toch juist nice? Dus je hebt toch niks te doen en dan word je lekker verzorgd door je oma. Trouwens, hij zei toch net dat hij familiemens was? Dan ben ik echt brak of zo. Oh, je gaat veel uit. Ja, ik ga wel best wel veel uit, ja. Ik ben wel eigenlijk gewoon vrijdag en zaterdag wel altijd elke week. Ja, maar wij gaan gewoon, bij ons is het gewoon een dorp, hè. Bij ons ga je gewoon naar de kroeg. Ja. En dat is een goede reden. Ja, ik zuip veel. 2 keer per week, helemaal lam zuipen. Dat is best wel veel trouwens. Ik weet ook zeker dat hij zich lam zuipt dat hij in zijn broek pist. Gewoon zo. Maar we hebben een kroeg in ons dorp, dus we moeten wel. Ja, okay. Dus je staat met 100 man in de kroeg en that's it. Lam zuipen. Ja, gewoon even een beetje zuipen en dan ga je naar huis. Of je gaat nog even ergens afteren. Weet je wat ik me altijd afvraag? Als jij dus elke week dezelfde dagen met 100 man naar een kroeg gaat, dan kom je toch alleen maar dezelfde mensen tegen? Of waarom moet je dan je vriendin of zo, weet je wel? Dus we gaan een keer uit in de kroeg. Ik kom wel een keer in de kroeg naar je toe. Ja, is goed. Gezellig. Ja? Oké, leuk. Prima. Dan ben ik niet de Bob, hè? Dan ga ik wel meedrinken. Oh, je mag bij mij slapen, hoor. Ah, dus geen probleem. Oh, okay, damn! Hij is echt hij heeft die nonchalante game, toch? Daar, dan slaap je toch gewoon bij mij? Dan boeien je me echt niet meer. Nee, joh. Daar lig je echt niet wakker van of zo. Nee, ik heb nog een bank in de schuur staan, dus dit lijkt me zo'n guy die dan vergeet een deken te pakken voor zijn gast. De bank. Ik heb een groot bed. Nee. Mag jij in bed slapen? Ik wil op het bankje. Oh, dat is netjes van jou. Oké, ik zei net echt helemaal niks. Ik heb niks gezegd. Ik heb het precies verkeerd. En wat vind je ervan dat ik OnlyFans doe? Ja, dat maakt mij niet uit. Oh. Je verdient je geld ermee. Ja, het is werk. Dus ja, werk is werk. Ja, zo denk ik ook. Hij is zoveel liever dan ik dacht. Ik was degene die hem bevooroordeelde. Ik kwam wel een beetje door zijn outfit. Ik dacht helemaal, hij is een boer. Maar hij is gewoon hartstikke gentle. Heb je veel aan je eigen laten doen? Ja, op je borst erna. Ah, oké. Oké, Jesus Christ, nou. Trouwens, van dit plaatje, van dit,
Denk je dat er borsten nep zijn? Serieus? Ik heb mijn borsten niet laten doen, hoor. Echt niet? Nee, zeker niet. Nee. Ja, die borsten zijn groot. Die zijn wel aanwezig, ja. Ik vroeg ook nog aan of ze nep waren, maar ze waren wel echt. Dat had ik niet verwacht. Nou, vroeg je aan er, ja. Volgens mij suggereerde je, je zei zeg maar... En wat heb je allemaal jezelf laten doen, behalve je borsten? Die natuurlijk zijn gedaan door een plastisch chirurg. Ze zijn echt? Als in echt nep? Echt? Maar dan zou... Ik heb wel even gekeken. Ik heb beter maar eerlijk geweest, toch? Ja, open boek. Ja, goed zo. Nee, ik heb mijn tanden laten doen. Ja. En mijn lippen een klein beetje. Er is niks. Voor de rest niks, oké. Nee. Natte jongen, stoute jongen die daarnaar kijkt. Maar ja, dat zijn mannen, hè? Weet je trouwens aan wie jij me doet denken? Zijn manier van met vrouwen omgaan en zijn stem. Zijn stem lijkt ook. Thomas van der Vlucht. Wacht, check dit. Ja, maar hoe ziet zo'n dag eruit dan? 'S Ochtends, je staat op en dan... Ja, meestal maak ik wel foto's in een... Ja, niet bij mij thuis. Want mijn thuis is gewoon mijn privé. Mm-hmm. En dat hoeft niemand te zien. Dus dan huur ik een mooie locatie af. En dan ga ik daar mooie foto's maken in lingerie of... Whatever, badjas, maakt niet uit. Told you. Ze zit vaak in hotels. Dus echt... Niet dat ik dat daarvan weet. Niet dat ik haar foto's of zo. Ik heb niet haar OnlyFans, oké? Okay? Hij eet dus geen groenten. Eet je groentes op, hè? Nee. Is dan kut dat het volgende gerecht van hem een heel bord groenten was? Gewoon een berg. En trouwen of zo? Of zou je dat ook nooit willen? Ja, ik hou van feestjes. En trouwens, kan je een groot feest geven, natuurlijk. Ja. Moet ik zelf betalen, hè, lief schat? Ja, dat kan ook. Dat kan... Ja, yeah, I know. Kan ook. Cash afbetalen als ik wil. Ik ben fucking rijk. Hey, I got you, man. Zwaar trouwens, hè. Zij is best wel rijk. Zij heeft gewoon Porsche, Range Rover, weet ik veel wat ze allemaal rijdt. Dus trouwens zeker wel. Vind ik ook mooi. Een mooie kerk heeft wel wat, vind ik. Ik vind dat iets heel moois hebben. Ja, oké. Okay. Ik wil een jaar wat geven in de kerk. En daarna nog ergens, weet ik veel, misschien een buitenland groot feest geeft. Buitenland? Ja. Of waar dan ook. Maakt niet uit. Hij weet nog niet dat zij rijk is. Hij is nu nog aan het uitrekenen hoe fucking veel uren die daarvoor moet werken. She got you, man. Joachim, ik hoor het hij. Veel champagne. Ja, dat is wel lekker. Hallo. Hey. Oh, nu al het einde. Oké. Hey, dan komt eerst het leukste gedeelte van het programma. Wie betaalt de rekening? Dankjewel. Nou. Ik zal wel betalen. Hè? Ja? Weet je zeker? Ik wil ook betalen. Pak maar een hartje. Fabiola, come on, man. Je keek hier te lang. Oh, jij betaalt hem al. Ik wil wel meedoen. Je hebt hem zo makkelijk laten betalen. Nu denkt hij ook dat hij heel dat feest in het buitenland moet gaan betalen. Hey, you better pay next time. Allereerst vind ik jou sowieso een knappe verschijning. Ah, dankjewel. En ik vond het hartstikke gezellig. Cool. Ik had, ik zei dat ik met een open minded erin ging als het ware. Toch had ik wel eerst een soort van vooroordeel over je. Mm-hmm. Maar nu ik je zo gesproken heb, heb ik dat helemaal niet meer. En denk ik gewoon van, goh, wat is het eigenlijk een lieve leuke meid? En wat is ook gewoon sociaal? Oh, super lief. Let's go! Ik ga niet nu al juichen. Elke keer als ik juich, dan zeggen ze... Maar ik vond je stinken, dus... Volgens mij was het wel duidelijk dat ik een drankje kon doen in zijn kroeg. Gezellig. Nou, gezellig. Ja, toch? Ja, best. Ja, leuk. Prima, gaan we dat doen. Lekker! We hebben lief... Fabiola heeft gewoon een geslaagde date. Wat nice. Dan ga ik ook een keer meedoen. Ik ben benieuwd hoe ze zijn geëindigd. Wat? Fuck!